Er zijn heel veel vragen over de veiligheid van de vaccins. Ik begrijp die vragen ook, want deze vaccins zijn heel snel op de markt gekomen. Maar dat is niet voor niks dat die er zo snel gekomen zijn. Er is ook nooit zo'n grote noodsituatie geweest waarin dat belangrijk was om, om heel snel te zorgen dat die vaccins er konden zijn. Omdat iedereen er zo van overtuigd was om ze snel te hebben, zijn er een heel aantal stappen sneller gelopen. Ze zijn niet overgeslagen, maar alles is sneller gegaan. Je moet dat een beetje zien als een grote stapel dossiers die ergens op mijn bureau ligt bij het Europees Geneesmiddelenbureau. En bovenop de stapel ligt normaal gezien hetgeen dat heel lang geleden is binnengekomen. Nu is iedereen ook heel erg overtuigd geweest van dat moet hier snel gaan. Dus die hebben alles wat daar binnenkwam, dat coronavaccins was, bovenop de stapel gelegd. Dus ze zijn direct kunnen beginnen met hun test te doen. Dat is één ding. Dus alles is veel sneller behandeld geweest. Een tweede ding is alle verschillende fases. Normaal gezien moeten er drie fases worden doorlopen in studies voor medicatie en voor vaccins ook. En omdat het proces al goedgekeurd was, zijn er verschillende fases naast elkaar kunnen opgestart worden. Dat wil niet zeggen dat dat anders gegaan is. Dat is gewoon allemaal sneller gegaan, omdat dat gelijk is kunnen lopen. Dus dat is een tweede reden waarom dat ook vlot verlopen is. En dan, het zijn ook vaccinaties. Het is niet de eerste keer dat er vaccins geproduceerd zijn. Ze zijn kunnen verder gaan op jarenlange ervaring van andere vaccins die dat ze gewoon op een andere manier hebben moeten gebruiken, hebben moeten bewerken. En dat zijn ook allemaal firma's die dat gewend zijn van met vaccinaties te werken. Dus dat is geen nieuw proces. Dat komt niet zomaar ineens uit het niets. Dus ik denk dat dat de grote reden is waarom dat alles zo snel gegaan is. Niet omdat ze het niet goed gedaan hebben, maar omdat iedereen de noodzaak inzag van een snel proces, omdat iedereen heel snel vaccins wilde hebben. Ik denk dat je daar het op kunt afkloppen. De reden waarom dat we zo snel vaccins hebben, is de bereidwilligheid van iedereen om te zorgen dat het snel vooruit ging, de administratie ging vooruit. De verschillende farmaceutische bedrijven hebben dat ook als prioriteit gesteld. Dus het is gewoon een prioriteitenlijst geweest die er afgewerkt is. En daarom is het zo snel gegaan. Waarom moeten mensen zich laten vaccineren? Waarom moet een 18-jarige student dat door het leven danst, die dat helemaal niet ziek is, geen risicofactoren heeft, waarom moet hij zich vaccineren? Waarom moet iedereen zich laten vaccineren? Voor mij is dat heel duidelijk. De enige manier om uit de situatie waarin dat we nu leven uit te geraken, is door dat iedereen zich laat vaccineren. En waarom iedereen? Om te zorgen dat corona of COVID niet meer onder ons is, moet minstens 70% van de bevolking zich laten vaccineren. Dat is een minimum. Als we daar niet aan geraken, dan blijft dat virus onder ons. En het virus blijft onder ons, dat wil dan zeggen, ik word er zelf misschien niet ziek van, ik als 19-jarige ga er niet ziek van worden, maar ik kan het wel, niet wetende dat ik ziek ben, doorgeven aan mijn moeder, aan mijn grootmoeder, aan mijn buurvrouw, aan andere mensen die dat toch vatbaar zijn en die dat in het ziekenhuis gaan belanden. Het is gewoon zo belangrijk voor andere mensen, voor uw familie, voor de mensen die je graag ziet, voor iedereen dat je toch laat vaccineren. Voor uzelf misschien niet, maar gewoon om solidair te zijn met iedereen. Ik denk dat, ik was niet van plan om dat hier te zeggen, maar ik denk dat dat misschien ook gaat helpen. Mijn vader is gestorven aan corona in april vorig jaar. Toen waren er geen vaccinaties. Er was nog, de lockdown was er nog niet. Die is gestorven omdat we niet wisten wat we nu weten. Als mensen zich niet laten vaccineren, dan is dat wat er gebeurt. Dan gaan er mensen die dat je graag ziet doodgaan. En als niet 70% van de bevolking zich laat vaccineren, dan komen we er gewoon niet. Dus zij solidair, zorgt gewoon dat je aan andere mensen denkt en niet aan jezelf. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom dat je
moet zorgen dat iedereen gevaccineerd geraakt. Assalamu alaikum. دكتورة كانت تكلمت في البداية على علاش حتى جبروا هذا الفاكسان بسرعة، لأن العالم كله كان محتاج لها وما زال محتاج لها، والشركات المصنعة للأدوية جعلت كل شيء قواها ومجهوداتها باش تجبر لنا هذا اللقاح هذا، لذلك خلاو المسائل الاخرين جانبا وبداو كيبحثوا في الكوفيد باش يلقاو لنا هذا اللقاح. هذا من جهه السؤال الاول اللي كان جاوبت عليه الدكتوره. الدكتوره جاوبت على السؤال الثاني، علاش هذا الفاكسان هي مهمه. الاهميه ديال هذا الفاكسان، الاهميه ديال هذا اللقاح، لانه كما قال الدكتوره خاص على الاقل 70% تلقح الناس الساكنه ديال الدوله، على الاقل 70% باش ماشي الانسان نفسه، ولكن باش يحمي عائلته، باش يحمي والديه، باش يحمي إخوانه، باش يحمي أصدقائه، باش يحمي الناس اللي معاه في العمل وإلى غير ذلك. هذا أهم المسائل المهمة، هو باش نتلقحوا كاملة باش إن شاء الله نقضي على هاد الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوم جمانس. السلام عليكم. Goedendag. Sommige mensen zeggen zo dat ze zijn gezond. Hè? Waarom moeten ze gevaccineerd worden? Ze hebben in die periode van 1 jaar al door de corona en geen corona gekregen. Hè? Dat is een van de vragen. Ja, dan zijn ze inderdaad bij de gelukkigen die nog geen corona gekregen hebben. Ja. Zo zijn er heel veel mensen en die denken inderdaad, het is niet nodig om mij te laten vaccineren. Maar toch, ook al ben je zelf gezond en heb je geen risicofactoren, je kan ziek zijn zonder het zelf te weten. En dat is het gevaar van de jonge, gezonde mensen die dan niet echt erg ziek zijn van corona. Die kunnen dat doorgeven aan oudere, zwakkere of aan zieke mensen die dat er wel heel ziek van gaan worden. En want als iemand gewoon een beetje een verkoudheid heeft van corona, dat is inderdaad op zich niet erg, maar als die dat doorgeven aan iemand anders die dat zwak is, die kunnen daar heel ziek van worden, in het ziekenhuis belanden en sterven. Dus het is eigenlijk voor de andere mensen dat je dan moet eraan denken om je te laten vaccineren. Solidair zijn. Nee, de vraag eigenlijk, dat komt juist. De vraag eigenlijk, iemand is gevaccineerd, kan hij eigenlijk ook een COVID-drager eigenlijk, kan hij andere mensen besmetten die niet eigenlijk gevaccineerd of niet? Een heel goede vraag. Ja. Dus mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen nog altijd COVID-19 krijgen. Mm-hmm. Als ze dat krijgen, dan gaat dat in heel lichte mate zijn. Dus die gaan heel dikwijls zelf niet weten dat ze ziek zijn en het zo kunnen doorgeven. Daarom is het ook zo belangrijk dat ook iedereen dat gevaccineerd is, de eerste maanden, zolang als dat duurt, tot dat minstens 70% van de bevolking gevaccineerd is, dat is zolang nog altijd zich houden aan de maatregelen. Wat dat wil zeggen, nog altijd maskers opzetten, nog altijd afstand houden, nog altijd handen ontsmetten, handen wassen. Dus dat blijft belangrijk, ook als je gevaccineerd bent. Want je zal misschien niet ziek worden, maar je kan het nog altijd doorgeven. Ja. Ik heb een vraag, ik heb eigenlijk van anderen ontvangen, dat gevaccineerden door die vaccins zeggen ze, dan ofwel krijgt hij miskramen, ofwel dan wordt hij ontvruchtbaar. Ja, dat is helemaal niet waar. Ik weet dat die ideeën leven. He, dus dat wordt heel veel gezegd. Ik weet ook waar dat vandaan komt. He, dus dat is omdat ergens in de placenta zitten bepaalde stoffen. Sommige mensen zeggen dat die lijken op hetgene dat in het coronavirus zit. Maar dat is helemaal niet waar. Dat heeft daar zelfs helemaal niks mee te zien.
Dus dat is een fout idee om te denken dat als je zwanger bent, dat dat iets aan je vrucht gaat doen. Of als je niet zwanger bent, dat dat je onvruchtbaar gaat maken. Dat zijn foute ideeën waar ze zich op baseren. Hè? Dus dat klopt niet. Dat is een soort dokter op de hesab, als je dat kan aan هو أن قالوا واحدين كما كيدور في السوسيو ميديا كيدور بلي الإنسان إذا كان صحيح وداز كاع عام وكورونا حداه ومضراته يعني كيقولوا أنا صحيح ما نقدرش ما غاديش تقيسني كورونا لكن الدكتورة كتقول بلي دائما تقدر توصلك كورونا وحتى إلا ما مرضتك أنت تقدر توصلها لشي حد اللي هو باقي ما استعمل هذاك اللقاح ولا شيء. السؤال اللي كان جبد نفسه هو ان الانسان اللي مفاكسيني اللي ملقح واش يقدر يوصل الفيروس لشي حد بلا ما يعلم. والدكتوره قالت ان شي حد اللي ملقح حتى الفيروس اذا كان عنده كيكون ضعيف حتى لو وصلوا غادي يوصل هذاك الفيروس ضعيف. السؤال الثالث هو انه كان كما كيدور في السوسيو ميديا الانسان اللي كان في وسائل التواصل الاجتماعي الانسان اللي كان ملقح واش هذاك اللقاح يقدر يدير عمليه اجهاض للجنين خصوصا عند النساء ولا كيقولوا بعض الاقوال انه يقدر يكون يسبب في العقم والدكتوره كذبت هذا الشيء قالت هذا ما عنده اساس من الصحه يقدر يكون عنده واحد شويه لان كاين شي جينات في اللقاح ديال كوفيد اللي كيشبهوا لهذوك المسائل اللي كيسببوا في هذوك المسائل ولكن قالت هذاك الشيء ما كاينش كذبت هذاك والسلام عليكم ورحمه الله